Als je nou op dit moment op de redactie zou kijken, je kijkt nu eigenlijk al, maar als je een beetje rond zou kijken, dan zie je dat er eigenlijk niemand is. Ik zit hier met stagiairs, bezig om vandaag nog de vier uitvoer te regelen. Maar iedereen is weg, mensen zijn ziek, we zijn op trip en dat is natuurlijk allemaal tof om nieuwe content, maar het is wel een beetje saai hier. Maar aan de andere kant, ook een goed ding namelijk, er zit ook een voordeel aan. Iedereen is een beetje klaar hier met Destiny, nou niet iedereen, maar om erover te praten. Mensen worden een beetje gek van dat we constant over Destiny praten. En nu is er toch niemand, dus ik dacht, ik ga het lekker over Destiny hebben. Want dus vandaag is natuurlijk de uitbreiding is bevestigd, tenminste bevestigd. Hij was natuurlijk al aangekondigd, wist al dat Dark Below zou komen. Maar hij heeft nu een release datum, 9 december. En het is ook bekend geworden wat er precies in zit. Er zitten, even kijken hoor, dat is een hele lijst. 3 nieuwe story missions. Er zitten 3 nieuwe multiplayer, voor de Crucible maps, dus PvP maps. Er zit een nieuwe strike in, eentje voor iedereen en nog een tweede strike voor alleen PlayStation bezitters. En die is tot aan augustus 2015 volgens mij exclusief voor PlayStation bezitters. En dan hebben we ook nog een nieuwe raid die er aankomt. En de level cap gaat van 30 naar 32. Ik vind het vet, ik speel nog elke dag Destiny en ik ben nu zelf op level 28. Dus ik ben mooi straks, mooi op tijd, kan ik doorgaan naar 32. Maar ik moet wel een beetje zeggen, kleine kritische kanttekening. Ik vind het wel een beetje karig, de uitbreiding. De uitbreiding is voor 20, volgens mij 20 euro, in ieder geval $20, dus ook waarschijnlijk €20 te koop. Ik heb gelukkig de Season Pass al gekocht, dus ik voor mij maakt het niet meer uit hoe duur het is. Maar wat erin zit, valt mij een klein beetje tegen. Denk ik dat er nog steeds genoeg content is. Ik wist al dat ik heb de Season Pass ook gekocht, omdat ik wist dat deze game sowieso langer zou willen spelen. Dus ik ben eigenlijk, aan de andere kant ben ik ook gewoon heel blij met nieuwe content. Maar toch, Activision, Bungie, misschien net even wat meer kunnen zijn. Ik hoop dat de House of Wolves, de volgende DLC, die in 2050 pas komt, dat die ietsje vetter zou zijn. Ietsje dikker, ietsje voller met content. Voorlopig gaan we lekker naar 9 december toe leven en gaan we nieuwe exotic items vergaren, farmen. Ik heb er zin in.